geklikt. Kom op, jongens. Gun me een keer iets lekkers. Welkom mensen bij alweer een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Voor vandaag een draft die we gaan spelen, maar ik dacht, wat is leuk aan een draft? Wat kunnen we eraan aanpassen? Ik heb zitten nadenken en ik dacht, voor deze draft ga ik een challenge eraan vastkloppen. En dat is geen tegendoelpunt. Dus ik wil gedurende de hele draft geen tegengoals. Dan win ik maar een pot 1-0, dan win ik maar een pot 2-0. Als ik maar gewoon geen tegengoals krijg. Lukt het niet? Helaas, dan is het niet zo. Maar dan heb ik in ieder geval het wel geprobeerd. En dan heb ik in ieder geval ook weer FIFA-filmpjes, een draft, maar geen tegengoals. Is de challenge voor vandaag. Dit is het team waar ik mee ga spelen. Ik heb nog hele goede wissels, maar ik laat even zien wat het team nu is. Dit is het team. Ik heb 100% teamgeest, maar ja, zoals jullie zien, ik heb hele goede wissels. Maar ja, ik heb een 4-2-2-2 formatie gekozen omdat ik daar online vaak mee speel. Ik dacht, ik ga er gewoon eens mee spelen. Ondanks dat het gewoon, ja, voor de spelers die ik kan selecteren tijdens het spel niet goed werkt. Ja, is het wel een hele fijne opstelling voor het spelen. Alleen ja, voor de linkjes en de spelletjes, de CRM, CVM en zo, ja, is het niet ideaal. Je kan niet zo snel gewoon al een Messi zo krijgen. Maar goed, we gaan het ermee doen. We gaan nu naar mijn eerste game. De eerste tegenstander, daar is die. Het is een Feyenoord. Ongelooflijk, een Feyenoord. Dan moeten we toch de 0 tegen kunnen houden. En dit is zijn team. SBC FC heet hij. Wat een matig team zeg. Jezus, en dit is... Draften. Dit is draften. Oké. Okay. Ik schrik eigenlijk van dat dit nog steeds draft is. Maar goed, doet hij waarschijnlijk puur voor die 100% teamgeest. Want ja, qua spelers hoef je het niet te doen. Ja, en dat is rood. En voor mij een penalty. Geel. Kan ook. Maar dit is, volgens mij is het gewoon een rode kaart. Maar goed. Milner. Jezus, Milner met de aanloop. Gaat hij het dan toch doen? En het is Milner. Het is de rechtervoet. Dus ik heb een rechtspoot linksachter. Oké. Dan moet het maar weer doen. Oh, heerlijk afgemaakt. Oprecht. Oh, dat wou ik niet. Sorry voor die... Dat wou ik niet. Maar heerlijk afgemaakt. Ik dacht, zou ik gewoon schieten? Gewoon even dat subtiele stiftje. Perfect. Oké, 2-0 voor. Zorg dus dat ik snel die rage quit heb. Dan heb ik wel de 0 gehouden. Nou... Ik weet niet wat die gast aan het doen is. Zullen we kijken of hij gelijk weggaat als we op start drukken? Ga maar weg. Ga maar weg. Hoppa. Kijk jongens. 3-0. Eerste game. Zo doen we dat. De 0 gehouden. Perfect. Eerste winst is binnen. Op naar wedstrijd 2. Oké, daar is die jongens. Onze volgende tegenstander. Tegenstander nummer 2, Lyonnais, waarschijnlijk een Fransman. Equipe Draft. Dat is een Fransman. Dat is een meestal goed Frans speelt. Maar goed, Rashford gaat eruit gehaald worden. Ik ben benieuwd hoe die speelt. In ieder geval de 0 houden is belangrijk. Oké, hij drukt niet op start. Oké, dan gaan we dat ook niet doen. Dan ga je maar lekker met Rashford spelen, jongen. Druk jij niet op start? Prima. Dan wij het ook niet. Is goed. Wow, wat een verbinding, man. Jezus. Kijk, dat is de 1-0 jongens. Moet hij maar op start drukken. Of gewoon gelijk weggaan, dat mag ook. Ga maar gelijk weg. Keurig laag in de hoek. Zoals even de naam in mijn oor schreeuwt.
Oké, challenge mislukt. Challenge failure. Helaas. Dat is wel heel zuur, maar... challenge is niet gelukt. Oké, daar baal ik wel van, want we moesten natuurlijk hem winnen, maar... of ja, er ging tegen ons. Maar goed. Rashford is blijkbaar... heel aan. Scheidgoal. Sorry tegenstander, maar het was een heel slap schot van Messi. Oké, laten we deze maar winnen. Helaas dat we dus nogmaals niet de 0 hebben gehouden. Maar ja, ik zal hem dus opnieuw moeten doen, de draft. Weer opnieuw, zonder tegengoals. En dat is gewoon de volgende keer ook weer de opdracht. Het is me helaas niet gelukt nu. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Dat je krijgt elke pot wel, ja, dat dan tegenstander gewoon een 100% kans krijgt. Zoals nu net. Speel je met een beetje delay, is niet te houden bijna dan. Ik doe niks. What the hell? Serieus, ik liep bij mijn poppetje liep ik zeg maar naar rechts. De computer grijpt gewoon automatisch in. En het is gewoon een, volgens mij is het gewoon een bodycheck. Doe mijn ogen dicht. Helpt niet. Kom op, deze moet er toch in, deze aanval. Kom op. Serieus, elk schot wordt geblokkeerd. Oh, what the fuck. Ik dacht buiten spel. Ongelooflijk, zo verschoten. Het speelt heel slecht, de verbinding. Gelukkig. Nee. Keeper! Keeper, man. Recht door het midden. Ik wil het straks even terugzien. Recht door het midden, geloof me. Zieke aanval, hoor. Lekker vanaf de aftrap wel. Maar heel goed uitgespeeld. Echt heel goed uitgespeeld. Hele fijne kaart juist hoor. Worden, kom op. Dat gaan we uitspelen. Tuurlijk, daar gaat hij aan Zar. Haha. Helaas jongen. Rokers gaat deze partij winnen. Met een subtiel stiftje. En zo winnen we de partij jongens. 5-3. Helaas dus wel mijn tegengoal tegen, maar ja, het speelt echt, eerlijk gezegd, te lastig. Kijk, je ziet de stats. Het speelt te lastig qua connectie, qua delay, om geen nul te houden. Hij 4 keer schoot 3 goals, ja. Wat moet je daar tegen doen? Ik wil nog even die goal zien, die recht door het midden. Nee, dat is niet deze. Dat is deze, let op. Recht door het midden, ik weet het zeker. Recht door het midden, recht door het midden, recht door het midden. Wat de hel, ik heb dat. Wat de hel gebeurt hier? Keepertje jongen, ik heb dat. Heel slow, super slow man. Ja, als je deze niet hebt, de GA92 in vorm. Kijk, hij is, oh, hete bal. Heet, hij is heet. Zag je dat? Hij is warm. Doe maar niet. Oké, maakt niet uit. We hebben 5-3 gewonnen. We gaan naar 2 winsten. Op naar ronde 3. Oké, onze derde tegenstander. En dit is een lekker team. Dus zijn voorhoede is goed. Zijn achterhoede is
bagger dan bagger. Tussen zijn cv. Links achterin ken ik niet. Gekke handdoek. Hele rare handdoek links onderin. Maar ja, die Team of the Year Ronaldo. Niet verkeerd. Wow, wat een speler, man, die Mané. Wat een speler. Het is niet normaal. Hij slingert er gewoon doorheen. Ik weet niet of je het kan zien, maar... Kijk hier, ik doe die beetje de L2, R2 en dan zo snel er doorheen. Ja, het ziet er heel simpel uit, maar geloof me, het is ook simpel, maar... Hoe hij dat doet, wow, dat is echt heel knap. Daar komt hij weer, het slangenmens. Tuurlijk. Wat een speler is dit, jongens. Team of the season, maar nee. Wat een speler. Hij voelt zo lekker aan de bal. Zo behendig. Ik weet niet. Zelfs met het delay voelt hij al lekker aan. Dus laat staan zonder delay. Penalty. En dat is een penalty. Gaat Mané zijn hattrick maken van de wedstrijd. Nee, Deco, jij mag hem niet nemen. Het is Sadio Mané. Die gaat hem maken, of niet? Oh, weer niet. Wat de hel. Rebound. Ta-da-ta-da-ta-ta. Sadio Mané. Het trickje. Blijft hij nog tegenstander? Helaas. Ik wou net vragen of hij wegging, maar nu blijft hij sowieso. Zo irritant, de pot is al lang voorbij, maar hij liefst maar niet. Hij liefst maar niet. Alsjeblieft jongen, hier. En fluit me afscheid. Overwinning nummer 3 is binnen. We gaan nu op naar de finale, jongens en meisjes. Kijk, daar is die 4 winsten bijna aanstaande. Oké. Dit wordt onze tegenstander, jongen. Ons slachtoffer die ons de finale plek gaat bezorgen. Matig team. Slechte achterhoede, dus dat is gunstig. Keeper met een cijfer 3, denk ik dan. Matig. Dus gaan we pakken, jongens. Ik voel het. In mijn botten en in mijn nieren. Dat is een goed teken als ik het daar voel. We gaan niet wisselen. We gaan namelijk gelijk vanaf de aftrap scoren. Ik heb zo'n gevoel. Gelijk vanaf de aftrap. Soms voel je dat. Dat je gelijk vanaf de aftrap gaat scoren. Kijk, het kan nog, jongens. Goeie speler hoor. Wat de hel, man. Ik vond hem echt altijd wel super fijn, die Dele Alli. Maar hij bewijst het maar weer. Daar gaat hij. Het slangenmens. En hij maakt er 2-0 van. Sadio Mané. De slang uit Engeland. Maakt hij 2-0. Zo behendig. Zo'n goede speler. Oké, ga maar weg. Alsjeblieft, ga gewoon weg. Zal ik je even helpen? Druk op start, dan ga jij weg. Zullen we dat afspreken? Ik druk op start, jij gaat weg. Laten we dat gewoon spelen.
matig. Sliding. Eerlijk, daar wordt hij agressief van. Absoluut. Tegenstander wordt agressief hiervan. Ja, dat is een penalty. Sorry, maar nee. Zag je dat? Mag hij natuurlijk weer zelf maken. Maar nee. Waar is die? Sadio Mané, het slangenmens. Ha! Tuurlijk. Sadio Mané, mensen. Wat, die kaart ga ik denk echt halen. Even een vies stiffie. Oh, daar gaat hij weer, maar nee hoor. Op de brommer. Op de brommer, zeg ik je. Wat de hel, man. Zo snel. Zo ongelooflijk snel. Wat de fuck. Oh, hij gaat weg. Had je dat niet bij 4-0 kunnen doen? Oké, jongens. Victory Royale. Maar dan met een draft. 4 potten op rij. Overtuigend gewonnen, dat moet ik wel zeggen. Maar ja, heel zuur dat ik... Dus de challenge niet heb gehaald. Ik heb het mislukt. We gaan kijken wat de rewards zijn. Misschien zit er nog iets leuks in. Jumbo zelfstaande spelerspakket en een megapakket. Ze zijn onzichtbaar. Ze weten niet wie erin zit. Jumbo zeldzaam spitspakket, die is goed. 100k pakket is dat toch? Ja, volgens mij wel. En het zijn borden, jongens. Het is Spaans. Het is... matig. Tot slecht. Oké, ik sta op de transferlijstje. Deze bewaren we. Stel bewaren we. De rest kan allemaal lekker weg. Oké, dit wordt een worden, jongen. Het 100k pakketje. Dit is geklikt. Kom op, jongens. Gun een keer iets lekkers. Mares. Niet eens. Brahim. FIFA zou ik hier blij mee zijn, maar nu niet. Deze kan ik allemaal weg. Helaas. Oké, dit was hem. Mensen, bedankt voor het kijken. Challenge is dus niet gehaald. Vond je dit leuk? Dat ik ga proberen echt om een nul te houden en een draft natuurlijk te winnen. Laat het even weten. Zeg jij, doe elke keer een andere challenge. Dus dat je bijvoorbeeld 4 keer een rage quit moet hebben om te winnen. Elke pot minimaal 5 goals verschil. Noem het maar op. Dat zijn leuke challenges die ik nu even snel verzin. Ik vond het wel leuk. Dus geen tegendoelpunt in al die games. Laat even weten of je het leuk vond. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.